Op Eindhoven Airport start een opleiding voor toekomstig airportmedewerkers. Studenten leren een jaar lang terwijl ze werken op de luchthaven. Een samenwerking tussen werkgevers op het vliegveld, het Summa College en 04 Werkt, dat mensen helpt die een steuntje in de rug nodig hebben om een baan te vinden. De studenten worden niet opgeleid tot grondstewardess. Ze komen dus niet hier achter de balies te zitten om mensen te helpen inchecken. Maar ze komen bijvoorbeeld te werken bij een van dit soort horecatentjes op Eindhoven Airport. Of ze gaan werken in de bagageafhandeling. Een opleiding tot facilitair dienstverlener op mbo 2 niveau. Waarbij Eindhoven Airport niet alleen het bedrijf is, maar ook meteen de school. Wij hebben al lang geleerd dat opleiden, school en bedrijf zijn geen twee gescheiden werelden meer. Wij willen die werelden samenvoegen en zorgen dat we zo opleiden dat bedrijven daar maximaal werknemers hebben waar ze goed mee uit de voeten kunnen. En het is ook in belang van onze studenten, want die vinden dan gewoon beter en makkelijker werk. Het is heel moeilijk om goede mensen te krijgen op dit moment. De arbeidsmarkt is natuurlijk heel krap. Dus wat dat betreft ga je mensen op die manier enthousiast maken voor het vak. Voor het mooie vak om op de airport te werken. Aan de andere kant willen we ook graag duurzaam ondernemen. Dus mensen helpen om die opleiding te kunnen doen. En samen op die manier er iets moois van te maken. Studenten doen ervaring op in de horeca, in de schoonmaak en op het platform van de luchthaven. Ze krijgen tijdens de opleiding al loon en werken minimaal 24 uur per week. Veel mensen die willen niet volledig naar een opleiding. Die willen niet 5 dagen in de week naar school. Veel mensen willen in de praktijk leren en daarnaast deels naar school om wel een erkend diploma te halen. Dus mensen krijgen al een baan, krijgen al een inkomen in combinatie met een opleiding. Waarna ze dus na een jaar met een diploma op zak aan het werk zijn. De nieuwe opleiding heet Airportaal, een studie die zich op iedereen richt, maar in het bijzonder op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier zijn veel mensen nodig, de werkgelegenheid hier is groot, dus veel kansen voor mensen die een baan zoeken. En we hebben heel veel mensen die steun of die opleiding nodig hebben, omdat ze niet direct op die baan passen. Dus een diploma en een steuntje in de rug bij het vinden van die baan is nodig. Onze studenten zijn elke dag op die airport, worden hier opgeleid. Ademen de sfeer en de wereld van de airport. En dat heeft enorme voordelen. Want ze snappen hoe het werkt hier. Ze snappen wat er van hen gevraagd wordt. Dus de opleiding is zo ontzettend veel meer waard op deze manier. Vanaf 1 februari 2019 begint de nieuwe opleiding. Aan het einde van het traject krijgen de deelnemers een baan op Eindhoven Airport.